Zondagochtend was er nog een brand in Almere. Dat was bij recyclingbedrijf Vijfhoek. Daarover gingen meerdere NL-alerts, de waarschuwingen op je telefoon, uit. Maar de ontvangst daarvan, want het was gericht op drie wijken, de ontvangst daarvan die was letterlijk wisselend. Sommige mensen kregen de eerste NL-alert, maar de daaropvolgende alerts niet. Anderen ontvingen helemaal niets. En weer anderen die hadden iemand in hun nabijheid die de NL-alerts wel kreeg. Nou ja, hoe dat dan allemaal kan, vraag ik aan Geert-Jan Veenstra van de brandweer Flevoland. Meneer Veenstra, het principe van de NL-alert is dat hij door alle telefoons ontvangen kan worden die binnen het bereik van één specifieke zendmast liggen. Maar nu moet je achteraf toch constateren dat, ook al zijn bepaalde telefoons binnen het bereik van een zendmast, toch niet alle telefoons de NL-alerts ontvangen hebben. Hoe kan dat nou? Ja, dat is een probleem wat niet alleen in Flevoland voorkomt, maar dat we ook in heel Nederland terugzien. Hoe dat kan, ja, daar zijn we natuurlijk al een tijd mee bezig om dat uit te zoeken. Want het is gewoon een gegeven dat de ene provider de telefoonsignalen eerder doorzendt of beter doorzendt dan de ander. En zo kan het zo dat twee identieke telefoons de een de melding wel ontvangt en de andere niet. Mm-hmm. En dat wordt niet alleen bij ons onderzocht, maar ook op landelijk niveau wordt daar kritisch naar gekeken. Dus het kan aan je provider liggen. Heeft dat ook nog te maken met bijvoorbeeld wat voor soort telefoon je hebt? Dat kan er ook mee te maken hebben, maar het heeft ook met het netwerk te maken. Zit je op 2G, heeft bijna niemand meer, maar het bestaat nog wel. 3G en 4G, ja. Er zit al een enorm verschil tussen. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal invloeden die zorgen dat je een signaal wel of niet goed ontvangt. Ja, en dan kan je niet automatisch zeggen een telefoon met een oude telecommunicatiestandaard als GSM of 2G ontvangt ze wel en 4G plus wordt een moeilijker verhaal. Zo zit het dan niet? Nee, het is eigenlijk, het zit wat ingewikkelder in elkaar. Een signaal wordt verstuurd naar alle providers. Die zenden het op hun beurt weer uit. Ja. Ja, in dat stukje techniek kan altijd wel iets misgaan. Ja. En ja, daar doen we elke keer weer onderzoek naar hoe dat kan. Ja. Maar we hebben ook meldingen gehad hier bij Omroep Flevoland van mensen ver buiten de regio, tot Haarlem aan toe, die dan aangeven van wij hebben wel een bericht gekregen over een brand in Almere. Ja. Terwijl dat dus duidelijk niet voor hen bedoeld is. Ja. Hoe kan dat? Ja. Is voor ons ook de grote vraag. We hebben vanmorgen nog contact gehad met de meldkamer van hoe kan dat. En die pakken dat ook op en gaan dat ook verder onderzoeken. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je mensen buiten het gebied daarmee gaat belasten. Maar als het succes van die NL-alert zo wisselend is, moet je dan niet op zoek naar een alternatieve communicatievorm voor waarschuwingen? Nou, het is natuurlijk een middel waar je heel snel een groot aantal mensen precies kan bereiken waar je het hebben wil. Gelijk handelingsperspectief kan bieden. Dat is hartstikke mooi. Het bereik landelijk gezien is 75%. Dus het is heel groot. Maar het gaat juist om die 25% die we niet kunnen bereiken. Nee. Ja, en daar zijn we nog steeds druk mee bezig om ook die laatste 25%... Van de juiste informatie te kunnen voorzien. Ja. Maar in het geval van Almere gisteren, je weet dan dat het systeem soms niet optimaal werkt. Dit was een brand waar geen giftige stoffen bij vrijgekomen zijn. Had de afweging dan niet moeten zijn, we doen geen NL-alert? Ja, dat is altijd heel lastig. Op het moment dat er een stof vrijkomt, zeker bij zo'n groot complex, dan ga je meetplanploegen op pad sturen. Die gaan meten. Ja. Die stof moet geanalyseerd worden. En als dat blijkt dat het geen gevaarlijke stof is, ja, dan kun je achteraf concluderen dat het NL-alert onnodig was geweest. Maar ja, je beter vooraf de mensen wel geïnformeerd dan naderhand zeggen, jongens, we hebben een foutje gemaakt. Want dan was je sowieso, als je de meetresultaten had afgewacht, was je sowieso te laat geweest. Dan was je zeker te laat geweest, absoluut. Ja. Het risico ligt natuurlijk een beetje op de loer als een NL-alert veel frustratie en ergernis of verontwaardiging oplevert, dat het ook aan kracht en impact verliest. Is dat niet iets waardoor je er heel voorzichtig mee om moet gaan? Nou, we zijn er ook heel voorzichtig mee. Er zijn maar een aantal mensen die vanuit de brandweer NL-alert kunnen inzetten. Dat zijn over het algemeen de hogere officieren. En die maken een duidelijke overweging van wat is het resultaat, wat is de impact als we dat inzetten. Dus die overweging wordt vroegtijdig gemaakt. Ja, en als je dan toch tot de conclusie komt van jongens, het is veiliger voor de omgeving om ze nu al te informeren. Ja, dat is dan een keuze. En ja, als achteraf blijkt dat de keuze niet goed is uitgevallen, ja, dat is dan jammer. Maar beter vooraf iets gedaan dan achteraf proberen de boel te lijmen. En een communicatiesysteem met het publiek wat 100% dekkend en waterdicht is, dat is er op dit moment gewoon niet. Op dit moment is dat er helaas nog niet, nee. Nee, maar daar wordt achter de schermen wel aan gewerkt, heb ik begrepen. Ja, op hoog niveau wordt er hard aan gewerkt, kijken wat er technisch mogelijk is. En er zijn steeds meer dingen technisch mogelijk. Alleen ja, voordat geïmplementeerd is en uitgefaseerd, ja, dan zijn we nog wel een tijdje verder. Ja,
Ja, dus tot die tijd is de boodschap vooral mensen die zich ergeren omdat ze een bericht hebben gekregen wat niet voor hen bedoeld is. Ofwel juist een bericht verwacht hadden, maar niet gekregen hebben, heb geduld. Alle berichten nemen serieus en waar mogelijk proberen ze ook persoonlijk te benaderen. Goed. Geert-Jan Veetstra van de brandweer, hartelijk dank.